wij willen vertellen hoe het boerenleven er nu uitziet. En wat er allemaal speelt en aan de hand is, ook vanwege de protesten, dat krijgen de oudere mensen ook mee. En om te horen, wat vinden de ouderen ervan. Nou ja, eigenlijk zijn de boeren zelf op het idee gekomen van goh, wij willen wel wat met de zorg doen. Want de zorg is ook dat geld gewoon hard nodig. Hè. Er wordt nu gesproken over uitkopen van boeren. Wij vinden de zorg een beter doel, zeg maar, dan het uitkopen van boeren. Dus we dachten, we gaan de zorgbewoners eens verblijden met een Valentijnsbezoekje. Ja, ik vind het een heel goed en belangrijk initiatief. Veel mensen zijn toch verder van het boerenleven en de boerderijen af komen te staan. Ze weten niet meer wat er speelt. Het is belangrijk dat wij dit als boeren vertellen. Ik denk dat het meer het bewustzijn is van goh, waar lopen jullie tegenaan? Hoe zit dat nou om er meer gevoel van te krijgen bij elkaar? Ik denk dat dat wel echt bereikt is. Als ik dat zo vanochtend kijk en ook de zorgmedewerkers bekijk, hoe zij daarin staan, dat je echt dichter bij elkaar komt te staan.